Ja, kortom, er wordt heel veel over heen en weer gepingeld. En het gaat uiteindelijk om mensen. En die mensen maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat er wordt besloten. Zij willen vooral blijven. Dit is de slaapruimte, de slaapzaal van de bedbadbroodregeling. Hier is plaats voor 125 mensen die ofwel dak- en thuisloos zijn, illegaal hier verblijven, of uitgeprocedeerde asielzoekers of vluchtelingen. Als deze opvang nou weggaat, zou u dan zeggen, dan overweeg ik wel om terug te gaan naar Afghanistan? Als het die opvang is, wij gaan in de straat. Ik kan niet de weg naar Afghanistan. Wij nog een keer gaan in de straat. Wij gaan demonstreren. Wij gaan niet zitten en zo. De VVD zegt, ze moeten ook niet op straat belanden. Ze moeten terug naar hun land van herkomst. Ja, als je de moeite hebt genomen om van zover te komen om hier te zijn, om een toekomst op te bouwen, is het de vraag of ze inderdaad zomaar weggaan. Waarschijnlijk, zoals de burgemeester ook zegt, zouden ze wel in de stad blijven rondhangen. Waar hoopt u dan op? Op een generaal pardon? Ik hoop het generaal pardon komt. Ja.